Hi, welkom weer bij Vistuees, je favoriete naaistudio uit Haarlem. Vandaag ga ik iets vertellen over het aanzetten van boord. Boord aan je sweater of aan de hals van een t-shirt of aan een bomberjack aan de bovenkant in combinatie met een deelbare rits. Ik wens je heel veel succes. Dan gaan we nu even kijken naar zo'n jackje van sweaterstof, wat een beetje lijkt op zo'n bomberjack. Nou, je weet misschien wel dat het boordje er zo uitziet op het patroon. Dit leg je aan stofvouw, middenachter. En de bedoeling is dat je het straks zo omvouwt en dat dit de halslijn is. Dus hij loopt rond van iets naar niets. Die gaan we straks opzetten. En de moeilijkheid is altijd om dat te combineren met een deelbare rits. Maar eerst heb ik de panden geknipt. Nou, je ziet, dit is het achterpand. Hier is één van de voorpanden met beleg. En hier het andere vorm met beleg. Dit zijn de zijnaden. Ik sluit straks eerst alle schoudernaden. Dus nog even niet de zijnaden, want het is lekker om alles nog even open te hebben. Ik heb de schoudernaden gestikt en het even zo neergelegd en de rits er even opgelegd. Met de goede kant van de rits op de goede kant van de stof. Dit stukje heb ik straks nodig, want dat is mijn naad. Je ziet dat mijn rits hier doorloopt tot aan het knipje. Dit laatste stukje is mijn zoom. Dat gaat straks naar binnen. Dus mijn rits loopt tot aan de zoom. Maar er zijn ook patronen waarbij het boord, de rits doorloopt in het boord. Kijk, dan ziet het er zo uit. Zo. En dan moet je even van tevoren goed berekenen of hoe lang je rits moet zijn. Dus je moet opmeten hoe groot je boord moet zijn. Nou, hier zit natuurlijk nog een centimeter naad in. En vervolgens moet je eventjes kijken of de ritsmaat wel klopt. De deelbare ritsen lopen op per 5 centimeter. Als je rits niet past, dan kan het echt heel vervelend zijn. Want dan moet je namelijk in je naad de rits aan de bovenkant wegdraaien. En de kans dat het ongelijk gebeurt is erg groot. Dus ik raad je aan om altijd een passende rits te kopen. En dat doe je door van tevoren je patroon na te meten. En als het niet gaat passen, je patroon aan te passen. Dus niet maar gewoon een langere rits kopen of een kortere rits. Pas je patroon aan de goede lengte van de rits. Nou, wat we nu gaan doen is goede kant op goede kant. Ik hou dat harde stukje van de rits waar die kan delen, dat hou ik bij mijn knipje. En ik ga hem eerst even in mijn pand rijgen. Spelden en rijgen. Dat lijkt een beetje onhandig, maar straks, veel werk, maar straks komt je beleg er tegenaan. Als je het niet rijgt, dan gaat de hele boel schuiven straks bij het stikken. Want je rits, die zie je straks niet meer. Die zit tussen je pand en je beleg. Dus eerst rijgen. Omdat het beleg straks aansluit op de zoomtoeslag, kijk zo, heb ik eerst het beleg, wat iets korter is dan het hele pand, inclusief zoom, hè, heb ik eerst het beleg aan de zoom gezet. Nou, ik heb de rits geregen. Het mag even uit, het mag straks waarschijnlijk wel afgeknipt worden. Kijken. Ja, het flapje moet er even af. En dan, als ik dat eraf heb geknipt, nou, dat ga ik nu meteen doen. Net even te lang hebben, zo'n klein zoompje. Zo, stukjes eraf. Past die precies tussen. Zo. Gaan we dit spelden. Zodat die rits er helemaal tussen zit. En het handigste, het veiligste is als je het nog een keer rijgt. Maar aan de andere kant, het hoeft op zich ook niet, want je voelt die rits door de stof heen hier. En dat is belangrijk, je ritsenvoetje moet tegen de rits aan zitten straks. Dus als je dit hebt gedaan, dan zet je op je machine het ritsenvoetje. Nu je het gespeld hebt, pak je je boord. Zie je dat? Die leg je dubbel. Nou, het is bij dit stukje boord overduidelijk waar middenachter zit. Want dat is bij de vouwen, hier. En dan ga je terug naar je jukje. Deze puntjes moeten ook heel mooi op elkaar vallen. Ga terug naar je jukje. En dan kijk je naar je rits. En dan moet je even kijken daar waar straks
Ik heb het een beetje strak geregen, echt tot op de millimeter. Daar waar straks je rits ophoudt, daar begint eigenlijk je boordje. Dus dat moet er helemaal tussen vallen. Dus dat leg je alvast tussen, voordat je het beleg vaststikt met de rits. Dus je moet echt kijken naar die centimeter waar alles bij elkaar komt, dat kruispuntje. Nou, speldje vast. En dan ga je het ritsenvoetje op je machine zetten. Okay. Nou, ik heb het ritsenvoetje tegen de rits aanstaan. En dat kan ik ook voelen, want ik voel hier zo door de stof heen de rits. En daar koers ik ook op. Ik heb nog bij het spel iets anders gedaan, heb ik nog niet verteld. Aan de bovenkant heb ik de rits een beetje weg laten buigen. Kijk, dit is je boordje wat er straks aankomt. Die punt, die komt precies op de punt van je pand. Kijk maar. Maar de rits is een beetje weggebogen. En net waar straks de boord op de centimeter wordt aangezet, daar is je verdikking van de rits, je eindpunt. Dus ik ga straks stikken en dan kom ik hier aan en dan neem ik het boordje mee in de rits een beetje naar binnen. Nou, nu leg ik het op elkaar en dan kan ik de naad stikken. Maar dan moet ik wel echt op elkaar liggen, zo. Dan zie je dat de rits een beetje scheef wegloopt. Even prutsen. Ik heb hem gestikt tot aan die centimeter naad, dus niet helemaal tot bovenaan toe. En nu leg ik het boordje neer over de rits heen. Dan leg ik het beleg daar overheen. Even de speld erin steken en dan stik ik even een heel klein stukje alvast van de hals. Ik heb mijn ritsenvoetje, mijn naald verplaatst in het ritsenvoetje. Zoveel mogelijk naar links, zodat ik heel dicht langs de rits kan stikken. Even het beleg meenemen. Rustig stikken, want als je op je rits stikt, dan breek je naald. Nou is dit een pand met een zoompje, maar stel nou dat je een boord had geprent aan het eind. Wat doe je dan? Nou, je rits komt tot de helft van de boord. Wat je doet is dat je de goede kant op de goede kant legt van de stoffen en je stikt een heel klein stukje boord. Nou, dan geef je met een speld het midden van je boord aan, want tot daar komt die rits. En dan leg je je rits vanaf dat punt omhoog. En dan later leg je dit terug en in een nog later stadium meet je zijnaden af en trek je het boord uit zodat het past, net zoals dat je bij de mouw hebt gedaan. Maar goed, dat hebben wij niet. Ik ga nu even andere dingen doen, zo. Oké, ga ik op dezelfde manier de rits inleggen en rijgen. Deze die ga ik weer een beetje ombuigen straks. Die ga ik ombuigen, zodat hij er mooi in past. Goed, de tweede kant. Eerst geregen. Beleg eraan gestikt, beleg erop gelegd. Hier wat weggedraaid. Zie je dat de rits weggedraaid? Het boordje ertussen en ik stik hem tot een centimeter voor het einde. Dat is mijn centimeter naad en ik voel ook hier het einde van mijn rits. Dus tot daar stik ik hem en daarna kan ik een stukje hals stikken. Of misschien stik ik dan wel de hele hals, want hij zit nu al bijna aan. Oké, als beide kanten erin zitten, dan controleer je even of de lengte goed is, of de rits mooi aansluit aan de bovenkant, of die hetzelfde oog, dus of dat boordje op hetzelfde punt uit de naad komt bij beide kanten, zodat die gelijk is. Nou, dat ziet er best aardig uit, want ik voel wel heel veel stof hier tussen. Dat gaan we straks wegknippen. Wat we eerst gaan doen nu, is de hele halsboord vastzetten. Dan draaien we even om. En dan midden achter op midden achter. Dan speld je even de hele
halsboord erin. Alles op elkaar. Zo. En dan ga je even terug naar het beleg. Kijk, het beleg. Dat kan je helemaal meenemen tot aan de schouder. Dus moet je eventjes omdraaien. En dan laat je dat helemaal meelopen met de halsronding van het voorpand. Tot aan de schouder. Dus je stikt eigenlijk nu alles in één keer dicht. Je had natuurlijk al een stukje hier zo bij de rits dicht gestikt, omdat het makkelijker was. Kon je meteen passen. Maar nu kan je hem helemaal meenemen. Nou, pittige klus, hè? Ik ga niet vertellen dat het makkelijk was. Ik heb even hier zo aan de binnenkant te veel aan stof weggeknipt. Het blijft altijd een beetje dik vanwege die rits. En je zou het nog eventueel kunnen doorstikken als je dat leuk vindt. Succes!